Voor de kinderen in Druten is het momenteel goed zoeken naar een leuke speelplek. Maar daar moet verandering in komen. Gemeente Druten heeft een nieuw speeltuinenbeleid ontwikkeld, zodat elk kind straks een fijne, leuke speelplek heeft om te spelen. In een eigentijdse speeltuin. Oude speeltoestellen en vieze, modderige veldjes, dat is nu de realiteit van veel speeltuinen in de gemeente Druten. Binnenkort is dat verleden tijd, want de gemeente gaat alle speelplekken aanpakken. Ze krijgen een opknapbeurt of er komt zelfs een hele nieuwe speelplek. Nou, we willen eigenlijk in eerste instantie gaan kijken van hoe kunnen we de oude speeltuinen upgraden en hoe kunnen we eventueel de speeltuinen die over zijn met een sterfhuisconstructie terugbrengen naar een speelplek eigenlijk. En dat we dan gaan kijken van hoe gaan we extra indelen. Dit is bijvoorbeeld een speeltuin die onlangs in een nieuwe wijk gerealiseerd is. Door het oude beleid worden de speelplekken nu al een aantal jaar niet aangepakt. Met dit nieuwe beleid gaat de gemeente jaarlijks kijken welke speelplek onderhoud nodig heeft. In het nieuwe beleid is ook goed nagedacht over de locaties van alle speelplekken. Het oude beleid was al een paar jaar oud en wij zeggen van we willen eigenlijk nou een betere verdeling van de speeltuinen over de verschillende kernen, over de verschillende wijken. En dan eigenlijk voor jonge mensen, maar ook voor de jeugd en ook voor de wat oudere mensen en ook voor de ouderen. In het nieuwe beleid is er namelijk rekening gehouden met alle leeftijden. Zo is er voor iedereen wat te beleven in de buurt. Er komen bijvoorbeeld voetbal- en basketbalvelden en sportparken. Dat is dus eigenlijk voor de jeugd. En dan praten we eigenlijk meer over een speelplek. Met die sociaal karakter, waar we dus de jeugd samen willen laten komen. Of waar misschien gesport kan worden door de nog wat ouderen, door de 40, 50 plus op wijze van spreken. Of de beweegtuinen voor de nog ouderen. De gemeente investeert ook in bijzondere speelplekken, zoals een skatepark. Maar het nieuwe beleid moet er vooral voor zorgen dat elke buurt een speelplek heeft. Elke speelbuurt krijgt één grote centrale speel- en sportplek en één steunplek. In Druten komen er zelfs twee steunplekken per speelbuurt, omdat hier meer kinderen gebruik van maken. Kijk, hier zitten we echt in een speeltuin die eigenlijk gewoon in elke wijk eentje moet zijn. Maar je kunt je ook voorstellen dat er buurten zijn die met een kleinere speeltuin al een wipkip of iets dergelijks heel tevreden zijn. En als de kinderen net iets ouder zijn, dat ze dan naar een wat grotere speeltuin toe kunnen als deze. Gelukkig hoeven de kinderen niet lang meer te wachten op de nieuwe speelplekken. Nou, de eerste wordt komend jaar aangepakt. Er staan de eerste, ik geloof uit mijn hoofd, 3 speeltuinen op de planning om die te vernieuwen. En dan komend jaar zijn de eerste 3 en het jaar erop komen er weer een stuk of 3, 4 aan de beurt.